En hoe zagen bijvoorbeeld kleedkamers in die tijd eruit? De tegenstanders, dat weet ik nog wel, die waren bang dat ze als ze 10 minuten onder de douche gingen staan bij RKC, dat ze salmonella-vergiftiging hadden. Dat was echt zo oud, je kan het je niet voorstellen. En ik vergeet ik nooit meer, in die tijd speelden we tegen Ajax. En ja, daar keek je er toch gigantisch tegenop toen. Hè? Het Ajax van Bergkamp, de Boertjes, noem ze allemaal op, Aaron Winter. En die kwamen dan naar ons toe in die smetteloze witte TDK-pakjes, wit met rood. En je zag gewoon aan alles dat ze met tegenzin kwamen. Schoudertjes naar beneden, oh, we hebben hier weer zo'n klote wedstrijd. In een slecht stadion, de fietsenstalling, op een slecht veld, wat wij natuurlijk zelf gecreëerd hadden. En dan ook nog tegen die gasten die erop klapten. Dus ja, dat blijft je wel bij.